Wat ontzettend leuk om dit aan de jonge generatie te laten zien. Ja, want het gewoon is een programma zonder afstandsbediening. Want dat was er vroeger niet. En ja, de bedoeling is om er nog wat meer te krijgen. Zodat je uiteindelijk een leuke poëziewandelroute door Almelo zou kunnen maken. En als je bij de VVV komt en ziet dat boekje liggen, Kunstroute. Dat heb ik bij de BIEB meegenomen, daar is de VVV-afdeling. Dan staat er in die kunstroute staan de vorige zes, de eerste zes muurgedichten staan hier ook al in opgenomen. Als je zag van, dit is echt wel een prima plek voor een gedicht. Ik vond het vooral omdat het, ik zag daar die oude stadsmuur, dit vervallen, die dichtgetimmerde huizen. Een verwaarloosd stukje grond. Ik vond het een mooi decor voor iets poëtisch. En midden in de stad, zo'n vervallen plekje. Een verlaten straatje, een stukje Almelo waarvan ik dacht, waar niemand aandacht aan schenkt. Zo kwam het altijd op mij over. Als gewoon lid ligt het niet zo voor de hand om het zelf een tekst aan te brengen. Want meestal doet onze huisschilder Freddy dat, die heeft alle andere gedichten in de stad aangebracht. En met mijn nul ervaring vond ik het dan ook best wel heel stoer van de andere leden dat ze mij deze kans gunden om het, ja, dit te doen. Want het is op zich ook wel een gok. Maar het pleisteren van het gebouwtje, dat leidde ook tot grote ongerustheid bij de werkgroep. Want die zeiden, ja, maar we hebben de gedichten uitgezocht bij deze plek. Dus we hebben uiteindelijk gezegd, oké, we zorgen dat de boeien wat geschilderd worden, maar verder laten we het zoals het bedoeld is. En u zult zien bij de onthulling van de gedichten dat het werkelijk heel mooi gekozen is. En ik vind het een eer dat ik dat nu mag doen, de onthulling. We beginnen aan die kant. Ja. Dat was het plan, hè? Ja. Het zit veel te vast. We hebben drie keer geprobeerd. Had jij er even in, Clint? Een mes? Heeft iemand een mes bij? Een mesje. Wat? U ziet wat er staat, een gedicht van Adriaan van Dis. Een voor Miriam.